Welkom, leerlingen in de dojo van Dogecoin Senpai. Mijn naam is Doge en ik ga jullie uitleggen hoe die legende der Doge is begonnen in die oorsprong, die mythe. De mythe der Doge. Vroeger in een werveleden in Japan was er een Satoshi Nakamoto kunnen dat ja. Hontoni desne, Doge Senpai. Hontoni, Chibi Dogecoin. En deze man had die Bitcoin uitgevonden. En toen kwamen die Litecoin, die zilver. Bitcoin was de goud. Bitcoin was de goud. Litecoin was de zilver. Maar, zoals je weet, is de Shiba onuitputbaar. Dus, de Shiba had zelf een coin gecodeerd. Hoi, 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 hoi. De coin Doge, Dogecoin. Was al snel een realiteit in Japanse mythologie. En toen iedereen dacht, is grapje. Het begon allemaal als meme, als een meme. Maar het werd al heel snel meer dan dat. Een kleine puppy gaat van Doge naar echte hond. Dus toen hij eenmaal hond was geworden, werd hij weer de mond gesnoerd door anderen in cryptoland. Door overheden die zeiden nee 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 no 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 no. Maar die Doge geeft nooit op. Doge geeft nooit op. Doge heeft de toekomst in 2021. Kwam de redder de Doge. Elon Musk senpai. Musk sama. En hij ging op het Twitter. De Dogecoin pompen. Hij kwam naar die dojo toe. Hij ging denken. Hè? Hij ging denken. Hoe kan ik die Doge? Hoe kan ik de Doge laten gaan naar maan? Naar de moon. Luna. Luna. Hij ging niet eerst naar Mars, mensen. In de legende ging Elon Musk eerst. Voorbereiden om naar de maan te gaan. En in een gekke samensmelting der omstandigheden was Dogecoin 14 april 2021 14 cent. 14 april, 14 cent. Toeval? Ik denk het niet. Niks is toeval. Alles is energie. Alles is één met het universum. Voorbereiding. Training. Discipline. Backflips. Is wat jij gaat leren op kanaal van Martijn Houtuin op YouTube. Martijn Houtuin is sama, Martijn Houtuin is senpai. Dus, en klik op abonneer. En ik hoop dat jullie winnen. In deze Dogecoin giveaway 1K special. Huh.